Ik ben in München aangekomen, de stad van bier en leepkoeken. Nou, bier drink ik niet, maar leepkoeken, dat zeker wel. Dat zijn van die mooie harten die je ook wel eens op de kermis ziet. En ik laat je vandaag zien hoe je die tekent. Het eerste gedeelte vind ik altijd heel leuk. Je tekent een golflijn in één stuk door in de vorm van een hart. Dat vind ik altijd heel meditatief om te doen. Hij hoeft niet helemaal perfect te zijn, want dit gaat het glazuur worden. En dat is met de hand gemaakt. Dan teken je een extra lijn om die golflijn heen. Dan zie je al een klein beetje het glazuur ontstaan. En aan de binnenkant teken ik ook een lijn. Dat doe ik op dezelfde manier. Ik volg weer de vorm van het hart. En zoals je ziet, dan ontstaat er een soort van kraag. En dat lijkt al een beetje op glazuur. En dan teken ik twee gaatjes op de bovenkant van het hart. En daarop teken ik een lus. Dan teken ik nog een paar bloemetjes op het hart zelf. Dat is ook weer glazuur, dus maak het niet te ingewikkeld. Dan geef ik de lus een extra lijn. En dan kun je in glazuurstijl nog iets op het hart tekenen. Maar je kunt ook gewoon blokletters gebruiken. Ja, zo teken je een leepkoegenhart. Jongens, ik laat jullie weten hoe het Oktoberfest was. Want ja, ik drink dus geen bier. Is het dan nog leuk? I'll keep you posted. En blijf vooral jullie mooie tekeningen insturen. Want jullie weten het, ik zie ze altijd. En ik word er heel blij van. En dan zie ik jullie morgen. Zelfde tijd.